Hoi, goedemorgen, goeiedag, goeie weet ik veel. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuw videootje. Het is een korte. Ik had nog iets van de kruisvat en dat heb ik geprobeerd. En ik was eigenlijk zo onder indruk dat ik dacht, dat ga ik met jullie delen. Dit is de Smooth Perfect Skin Tint 4-in-1. Blurring effect, semi-transparant, matte finish, long lasting. Dit is de kleur 010 Fair. Wat zegt het op de verpakking? De getinte crème. Creëer een perfecte gladde uitziende huid met deze 4-in-1 ultralichte formule. Dat klopt, want je voelt het niet zitten gedurende de dag. De getinte crème vermindert de zichtbaarheid van poriën en fijne lijntjes. Egaliseert de huidskleur en geeft een natuurlijk matte finish die lang houdt. De lichte dekking past zich aan. Pas zich aan de huidskleur aan. Ik moest even de zinnen. Aanbrengen met de vingertoppen over het hele gezicht en vervolgens goed blenden. Ik dacht, dit is een skin tint. Dat zegt het ook, een skin tint. Let op. Het is geen skin tint. Weet je waar dit me aan doet denken? Kleur is trouwens wel heel goed. Dit doet me denken aan het product van Maybelline. Dat 4-in-1. Nou, dat. Maar. Het is echt heel dik. Alsof je klei op je gezicht smeert hoor. Oh, ik heb wel te veel gepakt nu. Oké. Nou. Waar ik bang voor was, is het is een matte finish en dat het er dan droog uitziet. Op mijn huid. Op mijn droge huid. Dus ik dacht, ik doe er een beetje van de Catrice Filter Fluid bij. Nou, ik heb een spons. Gisteren heb ik deze dus voor de eerste keer gebruikt. En het is inderdaad mat, maar niet uitdrogend. En heel blurring. Het is heel dik. Dus je bent even bezig om het goed uit te blenden. Het heeft naar mijn inziens een beetje een licht, nee, niet een lichte, een medium dekking. Kijk, en nu vind ik hem
toch er wat droog uitzien. Dat had ik gisteren ook hoor. En het komt ook omdat ik gewoon niet een matte finish gewend ben. Dus dan doen we gewoon nog een beetje. Van die Catrice Filter Fluid eroverheen. Je kan ieder glowy product nemen natuurlijk, hè. Even de onderogen als eerste. En dan is dit het resultaat. De kleur is echt perfect. Het past zich echt aan de kleur van je huid. Tenzij ik gewoon heel wonderbaarlijk de goede kleur heb genomen nu. Dat kan natuurlijk ook. Ik vind het echt een leuk product. Nou, de Perfect Smooth Skin Tint. Het is geen skin tint. Het is echt een foundation. Maar zie je hem liggen en heb je het ervoor over? Zeker een keer proberen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende. Doei!